super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is alweer het einde van de maand en dat betekent dat het tijd is om de gelezen boeken van februari met jullie door te nemen. Ik moet wel zeggen, februari was qua boeken iets minder. Februari was een wat kortere maand en ik had ook wat grotere boeken, wat dikkere boeken. Nou kan ik dat natuurlijk niet zien omdat ik digitaal lees, maar dat leid ik een beetje af aan het aantal bladzijdes. In februari heb ik in totaal, even kijken hoor, 5 boeken gelezen. Maar goed, ik wil deze boeken toch graag even met jullie bespreken vertellen wat ik van deze boeken voel. Dus mocht je alsnog benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen, dat komt uit de Seabreeze boekenlijn. En dit is het boek Soms voor Altijd. Het is geschreven door Abby Kleins. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik moest even heel erg schakelen met dit boek. Omdat ik wel al deze boeken uit die reeks heb gelezen. Maar er zit vaak een veel tijdsverschil tussen. Dus ik weet het soms ook niet heel erg goed meer. Dit boek gaat over Eva Brooks en Cage York. En hun wonen samen in Seabreeze. En dan krijgt op een dag Cage een volledige honkbalstudie aangeboden. Een honkbalstudiebeurs eigenlijk. Er zit alleen wel een alletje onder het gras, want het is namelijk in Tennessee. En hun wonen dus in Alabama. Eva die is eigenlijk ook heel enthousiast voor Cage. En die heeft zoiets, ik ga met je mee. Ik ga gewoon mee naar de Tennessee. Alleen vlak voordat ze vertrekken hoort zij dat haar vader doodziek is. En dan is toch het besluit dat Eva bij haar vader op de boerderij blijft. Cage gaat dan wel naar Tennessee toe. En dan proberen ze een lange afstandsrelatie eigenlijk te krijgen. Het is voor Eva allemaal best wel lastig, want ze heeft zich een lange tijd ook een beetje afgesloten. Haar zus heeft heel erg lange tijd gezorgd voor haar vader, maar die heeft ook een gezin. En ja, die band is allemaal niet helemaal fantastisch meer. En Eva die kwam af en toe wel weer eens op die boerderij. Maar ze probeerde het altijd een beetje bij haar weg te houden. Maar ze gaat dan toch op die boerderij wonen. Daar heeft ze, er is dan ook een hulpje die haar vader heel erg helpt. Maar haar vader die wil alles eigenlijk tot het laatste moment zelf blijven doen. Totdat hij eigenlijk te ziek wordt dat Eva echt de zorg over hem neemt, zeg maar. Alleen Casey heeft een huisgenoot en die luistert hem er eigenlijk een beetje in door misleidende berichtjes naar Eva te sturen met foto's. En Casey wil eigenlijk helemaal niet naar die feestjes toe. Dan wordt hij opeens een feestje wordt hij gedrogeerd en dan wordt hij naakt bij een vrouw in bed gevonden. En die foto die is gemaakt en die wordt naar Eva verstuurd, waardoor Eva zoiets heeft. Nou zie je wel, zo'n lange afstandsrelatie werkt helemaal niet. En voor haar is eigenlijk dan de relatie ook wel over. Het hulpje dat bij hun op de boerderij werkt, dat is een jongen die eigenlijk hun buurman is. En dan besluit ze om met hem te trouwen, want ze komt erachter dat ze zwanger is. En ze weet dat de baby van Cage is, maar ze wil eigenlijk ook niet helemaal alleen opdraaien voor het moederschap. En ze heeft haar vader beloofd om dan te trouwen zeg maar, met die buurjongen. Alleen Cage die komt daar dan achter en die probeert er toch alles aan te doen om Eva terug te winnen. En uiteindelijk lukt dat ook wel gelukkig. Maar er gaat wel een hele lange tijd overheen. Ik vond dit boek heel mooi. Net wat ik zeg, ik weet, er kwamen flarden terug, want ik heb hoe hun verhaal ooit begon, heb ik vanaf het begin gelezen. Alleen het was voor mij weer een tijd geleden dat ik even weer moest schakelen. Hoe zat dit? Hoe zat dat? Maar uiteindelijk vond ik het toch wel een heel mooi boek. Ondanks dat ik het een beetje lastig vond om het helemaal, het plaatje weer één geheel te krijgen. Het volgende boek wat ik las, dat is Wild. En dit is geschreven door Natasha Madison. En dit boek is een spin-off van de Soulmate-serie. Dit boek gaat over Zoe. Zij is opgegroeid tussen de ijshockeyspelers. Maar ze weet één ding zeker. Ze wil eigenlijk nooit
met een ijshockeyspeler settelen, want ze heeft er al te veel van meegemaakt in haar leven. Ze wist ook eigenlijk helemaal niet wat het allemaal qua regels allemaal was en zo. Want ze is een succesvolle makelaar en ze gaat wel naar wedstrijden toe, maar de regels kent ze verder eigenlijk helemaal niet. Afspraakjes was ze ook niet in geïnteresseerd, want het stond haar allemaal in de weg. Dus ze vond het eigenlijk allemaal wel prima. Alleen dan ontmoet ze Victor. Victor die heeft na een hele moeilijke periode van het gebruik van drugs in een kliniek gezeten. En hij wordt dus gereld bij een nieuwe ijshockeyclub. Hij heeft een huis nodig en Zoe wordt zijn makelaar. Eigenlijk wilde hij ook zich niet gelijk blootgeven wat er allemaal was gebeurd. En de familie van Zoe vertelde dat verder ook niet. En ze gaan op huizenjacht. Zij houdt echt ook nog wel een beetje afstand in het begin. En uiteindelijk vinden ze een hartstikke mooi appartement waar hij ook graag zou willen wonen. Er komt eigenlijk een hele mooie vriendschap uit. Maar eigenlijk allebei hebben ze zoiets van, nou ja, ik wil nu ook nog niet. Victor vindt Zoe wel heel erg leuk, maar hij wil eerst een jaar clean zijn voordat hij een volgende stap kan nemen. Hij maakt in dit boek ook echt hele moeilijke periodes door dat hij echt wel weer zin heeft om drugs te gebruiken. En dan speelt hij tegen zijn oude club waarvoor hij dus is geruild bij de nieuwe club. En die zijn oud ijshockeyspelers, die hebben best wel een slechte invloed, want die zeggen dan, oh, we komen een feestje bij jou vieren. En al heel snel komt daar dus drugs bij en allemaal vrouwen. En Victor, die weet eigenlijk even niet meer wat hij moet. En hij staat eigenlijk op het punt om toch weer een lijntje drugs te nemen. Dan komt Zoe binnen. Zoe schrikt hier natuurlijk zo erg van. En Victor is ook eigenlijk... Hij heeft een sleutelhanger gekregen van Zoe. En doordat hij naar die sleutelhanger kijkt, beseft hij, ik moet dit lijntje drugs ook niet nemen. Maar toen was het kwaad al geschieden, want Zoe had het hele tafereel gezien. En zij geloofde natuurlijk direct dat Victor weer had gebruikt. Hij heeft ook een hulpgroep, daar gaat hij vaak heen. En eigenlijk nadat dit alles is gebeurd, zet hij gelijk die vrienden zet hij vanaf dat feestje terug de straat op. En hij belt zijn nieuwe ijshockeyvrienden en die komen naar hem toe en die helpen het om zijn huis op te ruimen. En hij doet zijn verhaal en hij moet ook gelijk een drugstest doen. Nou, dat is natuurlijk allemaal gewoon, hij is gewoon negatief, want hij heeft niks gebruikt. Maar hij zit toch nog wel met het verhaal van Zoe. Want hoe gaat hij haar uitleggen dat hij niks heeft gebruikt? Uiteindelijk komen ze dan toch naar een hele lange weg bij elkaar. En dat vond ik wel heel erg mooi om te zien. En ze hebben eigenlijk allebei, hij heeft best wel grote demonen. Hoe ze eigenlijk toch vechten tegen de liefde. Maar dat het uiteindelijk dan toch wel goed komt. Hij redt het ook zijn jaar clean zijn. Dus ja, ik vond het allemaal best wel heel erg mooi. Ik vind het echt een hele mooie boekenreeks. Ik vind Natasha Madison ook een van de... fijnste schrijvers op dit moment, omdat ik haar boeken gewoon heel erg tof vind. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat is Het Lied van Mijn Hart. En dit is een samenwerking tussen Lizzie van der Ham en Lily Frank. En ik moet zeggen dat ik dit boek een beetje verwarrend vond. Omdat het uit twee perspectieven wordt verteld. Dit boek gaat over Anne en zij is muziekdocent en zij krijgt te horen dat voor de zomervakantie dat haar contract op het Haagse Lyceum niet wordt verlengd en zij vindt gelukkig een nieuwe baan bij het Torbeck College. Dan is het december en wordt zij meegevraagd voor een schoolreis naar Brussel en daar gaat ook het Haagse Lyceum naartoe. En dan staat ze eigenlijk ineens oog in oog met haar opvolger Sjoerd Scheltema. Het wordt eigenlijk wel heel pijnlijk, want ze komt er dan ook achter waarom haar contract niet is verlengd. Want Sjoerd is het neefje van de directeur. Dit verhaal gaat ook samen over. Het gaat ook over Liv. En Liv die heeft meegedaan aan een talentenjacht. En daar komt ze oog in oog te staan met haar concurrent van het Haagse Lyceum. En dat is Kim Ji Ho.
Hij heeft haar genadeloos verslagen tijdens deze haaskot talent, zoals ze het noemen. En hij laat ook eigenlijk geen gelegenheid voorbij komen om het in te wrijven dat hij heeft gewonnen en zij heeft verloren. En ze probeert er eigenlijk alles aan te doen om hem te ontlopen. Helaas worden ze in groepjes verdeeld en zij zit natuurlijk bij deze Kim. En hij maakt steeds hele nare opmerkingen en de sfeer is niet echt fantastisch. Totdat zij op een gegeven moment een keer heel vroeg wakker is en zij een douche gaat nemen en ze begint eigenlijk te zingen. En ze hoort uit de mannenkleedkamer, hoort ze dus ook iemand zingen. Dus hun krijgen eigenlijk een soort duet in de douche, maar wel op allebei hun eigen doucheplek. Ze is toch wel heel erg benieuwd van wie deze stem afkomstig is. En ze gaat toch een heel stiekem kijkje op het hoekje als deze jongen uit de douche komt. En dan komt ze erachter dat dit dus Kim is. Na eigenlijk best wel veel gedoe komen ze toch steeds wat dichter naar elkaar toe. En doet Kim ook steeds aardiger. En komen ze er eigenlijk toch wel achter dat ze verliefd zijn op elkaar. En het vreemde is alleen, deze Kim en Liv die komen ook al voor in eerdere boeken. En toen wist je eigenlijk niet hoe ze bij elkaar waren gekomen. Maar dat kom je dus nu wel te weten door dit boek. Anne en Sjoerd, dat gaat niet heel erg lekker. Zij vindt dat hij ook heel afstandelijk doet. En ze gaan op een gegeven moment gaan ze ook naar een kerstmarkt toe. En dan neemt zij een glühweintje samen met een andere collega. En zij valt over een steentje struikelt ze. En dan maakt hij echt zo'n nare opmerking van, ja, ben je dronken of zo? Dus zij vindt het helemaal niet leuk, dus ze ontwijkt hem ook weer een tijdje. Uiteindelijk komen ze dan toch tot een gesprek en dan komt ze er eigenlijk achter dat er allemaal roddels over haar verspreid zijn geweest op haar vorige school. Dus dat zij wat met Kim zou hebben gehad en dat zij dus regelmatig dronken op die school had gestaan. En daar komt weer de wrok van Sjoerd vandaan. Uiteindelijk kunnen ze toch steeds beter met elkaar vinden en hebben ze het steeds leuker. En komt toch na een heel langzame, maar moeizame strijd komen ze toch bij elkaar. Dat vond ik op zich wel heel leuk. Alleen ik vond het heel erg lastig dat het uit twee perspectieven werd verteld. Dus je moest steeds heel erg schakelen. En dat vond ik een beetje lastig. Maar ik vond het wel een heel mooi boek. Het volgende boek wat ik las komt uit de Brentwood serie. Dit is deel 2. Dit is het boek Van Slag, geschreven door Megan Quinn. Dit boek gaat over Carson Stone. En hij is een veelbelovende speler op het Brentwood University honkbalteam. Alleen tijdens een training wordt hij onderuit gehaald door een jongere speler, jongejaars. En daardoor scheurt hij zijn Achillespees. Alleen als hij hersteld is, blijkt dat hij eigenlijk zijn mojo kwijt is. Dus hij kan zijn slag niet meer terugvinden. Hij raakt geen ene bal meer. Hij probeert van alles, maar zijn slaggemiddelde blijft mijlenver achter bij wat het was. Dan heb je Millie Potters en haar hele leven staat in het teken van honkbal. Haar broer is een bekende honkbalspeler en het is gewoon haar favoriete sport. Ze weet er eigenlijk alles vanaf. Ze is wel heel verlegen en teruggetrokken, maar haar droom is om te coachen in de honkbalwereld. Zij bestudeert heel veel wedstrijdbeelden en door haar scherpe oog ziet ze eigenlijk meteen wat er misgaat bij Carson. Ze biedt hem aan om te helpen, maar hij weigert dat eerst en uiteindelijk komen ze elkaar weer tegen en dan neemt hij toch haar hulp aan. En tijdens de trainingssessies merkt ze eigenlijk dat ze Carson gewoon heel erg leuk vindt. Gewoon hoe ze met elkaar omgaan. Ze vinden het gewoon een hartstikke leuke jongen. Alleen ze hebben eerst zoiets. Ze bouwen uiteindelijk wel een vriendschap op. Dan komt hij ook een paar keer bij haar. Want ze studeert nog op haar studentenkamer. En dan valt het hem gelijk op dat zij allerlei posters van honkbalspelers heeft hangen. En zo ook van de bekende broer van Millie. Alleen zij gooit dat niet in de openbaarheid dat dat haar broer is, want ze is gewoon bang dat mensen dan misbruik van haar zullen gaan maken.
Maar uiteindelijk gaat het steeds beter tussen hun en ontmoet Carson ook zelfs haar familie. En ja, dat gaat gewoon allemaal heel erg leuk. Tot er een punt komt dat Carson eigenlijk weggeroepen wordt doordat er iets met zijn familie is en Millie helemaal niks meer van hem hoort. Zij heeft nog aangeboden met hem mee te gaan, heeft hij allemaal afgewezen en iedereen stuurt hem berichtjes. Zijn oude honkbalspelers, teamgenoten, familie van Millie, Millie zelf, ze krijgen gewoon helemaal geen reactie terug. Dan staat hij opeens eigenlijk weer terug, komt hij naar zijn oude kamer terug en niemand weet wat er gebeurd is en hij wil er ook niet over praten. Uiteindelijk beseft hij dan toch dat hij Millie toch wel heel erg hard nodig heeft en wat hij er allemaal heeft aangedaan en gaat hij heel veel moeite doen om haar toch terug te winnen. Maar Millie is natuurlijk wel sceptisch, want ja, hij heeft haar niet echt op een hele leuke manier behandeld. Dus ja, het is wel een moeizame relatie, maar ik vind het wel heel erg leuk, het boek ook om te lezen. Ik moet wel zeggen, ik heb zelf niet zo heel veel met die sporten, dus heel veel van die termen die zeggen mij ook niks. Maar ondanks dat vond ik het wel een superleuk boek om te lezen en heb ik er heel erg van genoten. Het laatste boek wat ik heb gelezen vind ik een beetje moeilijk om te omschrijven. Hoe komt dit? Het boek komt uit de Drivend serie, dit is deel 4. Dit boek heet Gescoord en is geschreven door Kaat Bromberg. Ik heb de eerste 3 delen heb ik ook al gelezen en die waren echt heel erg mooi. Dit boek gaat over Colton Donovan en Riley Thomas. Ja, we hebben een hele geschiedenis samen, zijn inmiddels heel gelukkig. Alleen dit boek is eigenlijk een herschrijving van het boek van de Driven trilogie. Dus eigenlijk zijn er hoofdstukken van de bepaalde hoofdstukken zijn bij elkaar gevat en die worden dit keer verteld vanuit het personage van Colton. En op zich zie je dat steeds vaker. Ik weet dat dat bij de 50 Shades boeken ook is gebeurd. Er is op een gegeven moment ook een boek uitgekomen, Grey, geschreven vanuit Christian Grey. Alleen, het is op zich leuk om te zien hoe de denkwijze is van deze Colton. Alleen je beleeft het boek weer helemaal opnieuw. Ik vond het best wel verwarrend, want ook niet alles was meer bij mij blijven hangen. Er zitten ook wel stukjes in die niet eerder gepubliceerd zijn, dus dat is op zich nog wel leuk. Maar ja, vond ik het echt een fantastisch boek om aan te raden. Als je het leuk vindt om zo'n boek te lezen vanuit de mannelijke hoofdpersoon, zeg ik ja. Maar ik vond hem vrij rommelig. Ik zit even te kijken, dit boek. Zo'n paperback, als je het boek gewoon, als je een e-book koopt, is die 6 euro. Zou je het boek echt in handen willen hebben, betaal je 15 euro. Dan zou ik zeggen nee, dat zou ik niet ervoor over hebben. Dat zou ik je niet aanraden. En waarom? Je kent het hele verhaal al. Het is op zich best wel leuk om te zien vanuit welk personage het wordt geschreven. Sommige stukken vond ik ook echt wel fijn om te weten hoe hij erover dacht. Maar ik vond het ook wel wat rommelig. Ik kan je er verder niet heel veel over vertellen, omdat het gewoon van de hak op de tak gaat. Maar ja, ik heb het boek wel gelezen, maar het was niet dat ik dacht van wow, dit was echt fantastisch. Dus of het echt een aanrader is, als je het aan mij vraagt, zeg ik toch nee. Weet je, lees lekker de eerste delen. De eerste delen, dat zijn Verleid, Begeerd en Geliefd. Die zijn fantastisch om te lezen, daar heb ik intens van genoten, maar en deel 4 Gescoord, die was het voor mij toch niet helemaal, helaas. Dan waren dit alle boeken die ik las in februari. Ja, er zitten echt weer hele mooie boeken bij. En ik heb er ook echt weer intens van genoten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij een van deze boeken alles hebt gelezen. Of dat je misschien denkt, goh, het zou een boek zijn die op mijn lijst zou kunnen komen te staan, die ik wel zou willen lezen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, als je een lezer bent, ben je dan meer een lezer die graag een echt boek in handen heeft, waar je lekker de bladzijden van kunt omslaan, of ben je ook een digitale lezer? Want ik lees alles digitaal natuurlijk. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
Ja, ik hoop in ieder geval toch dat je een beetje hebt genoten van mijn gelezen boeken van februari. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan erop dat rondje met mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf staat die rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video nou toch nog leuk? Hoop ik dat je je duimpje omhoog zou willen doen. Vind ik altijd wel heel erg leuk om te zien. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!